Hemelvaartsdag is voor het oude dorp één groot feest geweest. Het Heerlijk Houten Festival is na 12 jaar teruggekeerd en werd geopend door de burgemeester. Wat mij betreft gaan we zo direct deze middag, een hele gezellige middag, hier op het plein in het oude dorp houden met elkaar. Horeca is erbij betrokken, vrijwilligers erbij betrokken, diverse organisaties zoals de Lions. En wat mij betreft niet meer 12 jaar wachten, maar gewoon ieder jaar opnieuw. En steeds een heel klein beetje groter dat dit hele mooie plein ook echt zijn functie kan vervullen als plein. Ik wens jullie heel veel plezier. Nou, in het verleden was het een heel mooi succes en we hadden eigenlijk wel weer zin in een feestje. En toen kwamen de ondernemersvereniging in het oude dorp tegen en toen hebben ze de schouders eronder gezet. En zijn we in december gestart met de voorbereidingen. Ja, en dit is nu het succes. Op het festival waren veel activiteiten te beleven voor de kinderen. Zoals Mario Kart en boogschieten. Ook de jeugdbrandweer was aanwezig. En ook volwassenen konden zich vermaken met het Rad van Fortuin. En we gaan in een hoog tempo door, want u weet niet half hoeveel prijzen ik hier in mijn hand heb. 60 in totaal. Er was veel muziek en ook Sharon Dawson heeft opgetreden. Als het aan Lions Club Houten ligt, wordt het festival volgend jaar weer gehouden. Nou, wat mij betreft zeker wel. Dit overtreft al mijn verwachtingen. En ik heb nog geen onvertogen woord gehoord. Ik zie alleen maar blije gezichten.